Hallo, Wagner's Games. Mijn naam is Kurt Draak, weer een nieuwe video, een nieuwe aflevering van The Walking Dead, Saints and Sinners. In de vorige aflevering hebben we natuurlijk heel veel shit gedaan. We hebben twee meisjes gedaan, één van Casey en één van mij. Sorry, ik kan het niet meer. Oké. Dus van Casey en van mij. En van mij hebben we natuurlijk weer wat informatie gehaald, zodat ze wat mensen kan helpen. En wij een hele coole boog gekregen. Heel dat huis stond vol met loot, maar we hadden geen tijd genoeg om het allemaal te gaan looten. Omdat ik die aflevering eigenlijk al opgenomen en de tijd was al half voorbij gelopen toen ik begon dat er iets was misgaan met de opname. En nu heb ik net heel de intro gedaan daarnet, echt van 10 minuten of zo, heb ik hier rondom zitten praten. En moest gaan eten, dus dat is naar de kloot. Dat is zo kut aan de quest, want ik heb hier geen editprogramma op. En mijn computer is te slecht, ik ga het niet alles doen om gewoon even dat stuk eruit te knippen. Dus ik ben helemaal opnieuw begonnen. En dan ook, ik heb net weer hier dit gekocht, zoals vorige keer, ik heb gepraat met Casey daarnet en zo. Ja, we moeten nu naar de Shallows gaan, voor mij. Want dit is denk ik de laatste missie dat we moeten doen voordat we natuurlijk de laatste pomp van Casey kunnen gaan. Want nu moeten we wachten totdat we de key van mij hebben, de reserve key. Dat ze heeft. En dat pas krijgen als al haar missies gedaan zijn. Het ding is, ik heb nog nooit haar missies gedaan. Dat is de eerste keer dat ik ze doe. Hè, omdat ik natuurlijk de vorige keer haar heb vermoord. Want de eerste keer dat je haar ziet. En ze heeft de key toevallig gedropt. En ik moest die missies niet doen. Ik zei daarnet, ging ik nog een keer naar Henri. En ik kijk hier. En ik zie dat hij hem hier heel zit te leen met bloed. En ik heb al niet dat ik al, wat, 12 dagen of zo. Ik heb hem toch al uitgebloed zijn, man. Maar hey, die is er tenminste wel nog een vriend, hè. En natuurlijk Kenneth. Casey's vriend, fucking coole gast, ik vond echt chill. En het verhaal is zo zielig en ik heb zijn hoofd eraf gehakt. Die vroeg natuurlijk om hem te vermoorden dat hij geen zombie werd. Ik heb zijn hoofd eraf gehakt zodat hij hier zombie kan zijn voor Sam. Dus dat is echt wel zielig, maar doe wat u doet. Ik heb even twee guns meegepakt, wat messen. Ik heb een nieuw mes gemaakt, een nieuw botermes. Ja. Ik ga het botermes noemen, dat er zo smoot doorgaat. Ik heb alles aan die clever en ik heb hier natuurlijk ook nog iets aan mijn schot mee. Wat gaat. Nu gaan we naar de Shallow gaan. De Shallows. Waar dat we ook naar de Blue Palace moeten gaan. Voor de safe. Ik heb geen idee of dat ik die safe code nog heb, maar ik heb die keer. Hier hebben we er een. Blue Palace. Oké, dus 4, 6, 8, 6. Dus 4, 8. Wat was hier? 4, 6, 8, 6. Oké, dus 4, 6, 8, 6. Oké. Dan moeten we het gewoon. 4, 6, 8, 6. 4, 6, 8, 6. Oké. En die andere Blue Lions, denk ik dat in New Carolina is. Coraline, ik weet niet hoe met die andere kant. Via Corala. Oké, maar we gaan dus naar de Shallows gaan. Ik denk niet dat er daar mensen gaan zijn. Wat aan de ene kant wel kut is, omdat ik dan al die zombies alleen moet killen. En ben bang, like, ik heb zo'n gevoel, nu dat er meer zombies komen, dat ik echt een moment ga, maar dat ik out of weapons. Dat ik geen wapens meer heb. Door raam klein. Ik weet hoe dat eruit ziet, dit raam. Dit gaat makkelijk zijn. Dan hier de Blue Palace. Zo handig zijn moesten we. Zijn er claimed hier zijn. Hang around too long. Yo, oké, ik ben blij dat er hier mensen zijn. Ik ga dit mes even gebruiken, gewoon puur omdat niet. Kijk, ik dat mes niet wel gebruiken toen nu dat is om in het schot ervan te gaan. En nu dat er die mensen zijn, wil het zeggen dat ik naar het hoofd kan lopen. Het is een mooie hoven dus. Zijn er reclaimed hoven hier die hier aangaan?
sorry. Come on. Quar. Nearly wretch when I stumbled on that reclaimed ritual. Maar even zo, ik heb het gevoel dat ik heb in de vorige aflevering een beetje meer bewogen en minder met mijn joystick zitten kijken en meer zo aan kijken. Ik heb het gevoel dat dat een slecht idee was. Omdat nu tegen iets gaat slaan waarschijnlijk. Hoe dan ook, dit is de Blue Palace, het is daaraan dat wij moeten klimmen. De safe code ligt hier ook. Dus wat gaan wij doen? Nothing better to do? Eigenlijk niet, nee, sorry. Ik zoek gewoon een andere weg nog op. Ik wil hem even kussen zodat mijn mensen kan. Please, thanks, just keep coming! Thank you. Wow, rustig. Loopt daar ook iemand? Dus ik denk dat het best is. Ja, het beste is gewoon hier doorklimmen. Dus we gaan even iedereen afmaken. Hey, beef! Oké, niemand heeft dat gezien. Heel misschien. Oké. Excuse me? What'd you just say? Ik zal ze schieten. Oh, nope. Deze hou ik mee pakken. Dus. Dik schijntje natuurlijk. Thank you.
see if it's dead beneath. I think it's wild. Waarom vindt iedereen het zo'n goede deal mee te proberen te doen? Hier zeg ik niks. Hier hebben we dus de eerste afleveringen gezeten, denk ik. Yourself. Georgia calls the shots now. Cuckoo. We gaan nu even iedereen gaan afknallen hier en een keer rondkijken. Zag je dat? Zag je die skills? Excusez-moi. Ja, ik heb net een berg water verspild om dit te doen. Damn, een mail opslag. Don't blame me, please. I think it's wise to be. Metal, I'm real metal.
double action revolver. Kom dan, precies. Oké, we gaan terug gaan naar onze boot. Recht vooruit, heel zal lopen. Dank je. Oké, let's go, let's go, let's go. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Mijn zak is vol. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Help me hot of ik ben dood. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Ga naar huis of ik ben dood. Woe! Bent gehaald. Oké, de half uur had ik beter niet gedaan. Maar ja, oké, okay, ja. Het is daar nog één keer. Maar oké. Okay. We hebben het gehaald. We hebben de missie van mij gedaan. Ik hoop dat het genoeg is voor de pomp te gaan halen. Dus ja, ik denk nog niet dat ik zo lang bezig ben. Maar nee, ik had het nu een half uur duurt. Maar oké. Okay. Eerst gaan we even bandagen. Fucking Fortnite bij elkaar doen. Cringe. Yes, kijk, de witte revolver, dat is die revolver. Dit is de kogels voor die revolver. Hopelijk hebben we genoeg metaal. Dat we eerst even gaan kijken. Van een deze dex, dat valt heel snel, ik ga er wel eens mee. Waarom niet eigenlijk? Die mag hier liggen. Eigenlijk alle wapens mogen hier liggen. Maakt me niet uit. Dit is allemaal metaal. Aan veel meer genoeg metaal. Het zijn twee dezelfde holven. Dat uitmaakt. Dat fucking uitmaakt. Ik
wel redelijk wat guns nu. Ik denk dat we nu redelijk veilig zijn. Oké. We gaan het gaan droppen. De informatie dat we hebben. We gaan slapen en we gaan zien wat we kunnen doen. Dat was even spannend. Het was wel leuk, maar dat was dus de Blue Palace. We hebben ook nog de Lions. Dat is een Via Corala. Dus als we daar nog naartoe moeten. Maar ik denk nu dat het de laatste missie is en ik weet waar dat die is. Dus. Ik weet het niet. Of de laatste mensen, ik heb nog nooit mijn story gedaan, misschien is het al kanker aan de story, ik denk het niet. Standbeeldje, oké, we gaan even gaan slapen en we gaan zien wat er gebeurt. Zombies gaan nog meer komen, maar kijk, dat vind ik het enige kut aan dit spel, is dat er zoveel zombies zijn. Ik op een gegeven moment zijn er zoveel. Ik zag heel snel weer komen in een huis. Je kunt niet even op je mak looten. Blijven er komen. En dat is echt kut. Dus ja, dat is echt wel echt kut. Maar oké, wat doe je eraan, hè? Op het begin vind ik het gewoon chill. Want op het begin zit er misschien een beetje problemen, maar... Waarom spannen die foto's eigenlijk heel snel? Oké, we gaan even kijken. Verhaal. Fuck it. Dat heeft de leek op mijn show. We hebben nog zoiets, een Jambala. Gumbo. Die snieten ook gewoon in de bus terwijl ik lig te slapen. Terwijl ik hier op mijn gemak lig te slapen. Om ze gewoon in mijn bus shit leggen. Ze kunnen mij gewoon killen in mijn slaap eigenlijk. Maar dat gaan ze niet doen. Maar toch. Beetje fuck. Okay, let's go. Hey, tourist. The intel you've been gathering for me has been enlightening, to say the least. Georgia is planning on a mass exile in the very near future. Many lives are going to be at risk. I have a few things to discuss with you. I know we were going to try to avoid the face-to-face, but the plan I'm formulating warrants it. Would appreciate your ear. Meet me in the same spot as the first time, churchyard. Thanks for all you're doing. May. Nu gaan we waarschijnlijk ook de key krijgen. Dus maar we gaan even kijken. Ik heb dus mijn mes. Dat is belangrijk. De andere wagen kom ik pakken voor boven de wagen natuurlijk. Op de... Dat was zo fucked up. Oh, we kunnen katana. En nu hebben we die hier. Dit is Michons katana daar. Maar hier staat er wel zo'n teentje bij vandaar. Dus ik weet het niet. Het kan zijn dat die is. Maar die is zwart en die lijkt meer op die vandaar. Maar oké. We hebben daar sharp objects van nodig. Laat me dat even maken. Maar kijk, we hebben dat helemaal geüpgraded. Dus nu kunnen we beginnen met deze te upgraden. Dus we hebben een trucje. Hier hebben we vooral eten. Oké, okay, dus dat kunnen we doen. En hier hebben we... We hebben er genoeg van, maar ik wil nog even wachten, want dit metaal is belangrijk. Dus houd dat metaal zijn echt wel. Dus oké, we gaan wachten, ik zit toch shotgun cools, dat toch niet nodig. Ja, tot nu toe, ik denk, we hebben alles. Ik heb een gun. Mes, we hebben Lucille, we hebben natuurlijk deze. Ook de 6 sharp object. Dus normaal gezien, als we deze weg doen, like, we hebben er toch niks mee. Kunnen we de katana? Maar ik wil toch wel deze. Als schouw. Dit is zo zot. Oh, hier hou ik heel veel lol mee aan. Zurex hatchets. Dank je. Ik weet niet, we kunnen geen hatchets kopen. Maar ik denk dat hier ergens gaat staan.
Wil je ziel even zwijgen? Ik heb het aan het geven. Wat ik hier moet nu naar. Dus daar zit ik in die school, dat wil ik niet aan naam. De X-Men Lord Jazz. Oh, die weet ik ook. Oh, oké. X-Men. Oké, dat is ook in de school. Ik ga dat later een keer opzoeken, zodat ik het allemaal gedaan besloot. Maar kijk, we hebben genoeg shit mee. We hebben een bandage nodig. We hebben een lekkere fucking bandage nodig. Deze bal ook mee. Naar de churchyard gaan. Dat gaat niet lang duren, het is gewoon meeting met daar. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat daar ook de laatste pomp is. Dacht ik daarnet, toen ik het niet zei, maar ik heb nu al dat het waarschijnlijk iets anders is. Ik weet het niet. Dus we gaan naar de churchyard gaan, we hebben nog onze night shift. Ik hoop dat er hier wel nog alles aan twee staan, dat er nu like, plots 16 zitten ofzo. Nu had er hier al maar twee aan zijn. Het zat nu maar één zelf. Het had nogal een uwaan te testen, maar ik weet niet. Ik vind het niet zo chill dat, dat iedere keer als je door die tombes moet, dat je moet oppassen. Dan moet je iedere keer een wapen mee hebben. Dat dat logisch is. Ik denk niet dat er eigenlijk dingen like respawn. Ik denk alleen dat de huizen is overal. Maar nee, overal vind je wel nieuwe dingen. Maar... voor een of andere reden zijn die geen zombies. Ja, hier is mee weer. En dus, wat? Oké. Okay. Dus die dat hier naartoe komt. Hoe dan ook. Ik denk dat er hier niks is. Zoals ik de vorige keer zei, mij die hier staat. Ik had daar in mijn vorige let's play eigenlijk vermoord en zo dropte de key. Dan nu gaat het waarschijnlijk hier. Hey, Dorst. I'll get right to the point. After looking over the intel you brought me, seems like Georgia is planning to toss out a large number of people real soon. A lot of lives are going to be in jeopardy. Good news is we have some hope. The map you scored shows a safe way out of Nola. Just need to buy some time and some space to organize exiles on a large scale, get them ready to move. I think the reserve is going to provide the opening I need. Georgia and the tower are so obsessed with it, don't think they'll be concerned with what I'm doing for a short while. And with the Reclaim salivating over it too, once the reserve is unlocked and revealed to the world, courtesy of you, there's going to be a bloodbath. You can count on that. And that's when I make my move. Window won't be open long, though. It'll be tight, but I gotta take the chance. Okay. Sounds like this is the opportunity you've been waiting for. I think you should go for it. Thanks for the support, tourist. It helps. Especially when the mind is working out so many what-ifs. I will leave the key to the reserve in the drop spot for you. Lantern will be on when it's there. When the shit goes down for the reserve, if you're thinking it's all too much and you want out, come find us. The Exodus could use someone with your particular set of talents. Okay. My hope is you won't be a fool, but my mind suspects you'll be too hooked on that damn reserve pipe dream just like everybody else. All I can do is wish you good luck and good judgment, tourist. Good luck. Take care of yourself. Hi, Mae Benoit. Ik ga hoop dat die van die wat op de einde kunnen wat dingen doen met daar. Dank je. Ik heb al eens een paar video's gezien. Dus wat moeten we nu eigenlijk doen zelf? Is je maar oké. Okay. Het ding is nu, ik weet niet of dat de keuzes die we hier maken effect hebben op Aftershock. Het enige wat ik weet is dat op het einde van de game
zie je niet de hoofdkarakters, denk ik. Zie je ze niet meer, hoor je ze niet meer. Maar ik weet niet of dat in Aftershock dat je ook dingen gaat doen. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk te spelen en niet te veel shit op te offeren. Tegen dingen, want ik ken alle eindes, denk ik, of de meeste eindes ken ik al. Dus ja. Ben je weer een doodschot? Kunnen we doodschoten eigenlijk meepakken en redden? Nee. Ja, we kunnen eigenlijk niet denken, eigenlijk kunnen we hier heel snel naartoe gaan. Hier had ik hier in mijn zes. Dan. Okay, de poort is dicht. Lekker. Shit. Fucking hell. Serieus, oh my god. Sorry, ken het. Casey, you there? Casey, you there? Casey, good news. Good news? Help, tourist. I would classify that as fucking. Oh, what the hell? I stole it, you were not the Z, this cold out, you were looking at. Casey, good news. We said you were giving the key. Good news? Help, tourist. I would classify that as fucking outstanding news. No, look, I don't want to jinx it, but... here, no, stand, no, you know what? I'm going to keep my mouth shut. Best not to risk the jinx. Let's just forge ahead, one step at a time. Okay, so, the part to repair the final pump. Gosh, I don't have much to go on. It's weird. There's been really faint chatter about it on a few channels. It's been nothing but static for months. There's an outpost called Bastion. Set up in a heavily defended duplex home. Barricades and optimal sight lines. The reclaimed currently control it. Now, the place has been a hotbed of conflict between Tower and reclaimed for a while. From what I'm hearing, that's where it is. So be ready for a shitstorm. Good luck. And hey, keep your head on a swivel. What, I quit. Ongeveer wat er gaat gebeuren, ik weet niet met alle dingen dat er precies gaat gebeuren, maar ik weet dat het een hele sikke missie wordt. Dus wat ik ga doen is... Wat ik ga doen is een bom meepakken. Ik ga het laten verstaan. Waarom? Weet je, we kunnen er misschien zelf twee meepakken. Deze wat ik weet, we gaan hier geen zombies tegenkomen. Dus dat is heel zot. We gaan wel hoven kunnen meepakken, dat is gezot. Want dus, ik ga die spoilen, maar doe dan ook. Dit is een belangrijke missie, dit is een leuke missie. We hebben ons wapen. Misschien gaan we nog een gun opbouwen. Misschien best wel. Ja, fuck it, we hebben nog een gun. Oké, nice. We hebben hier kogels, 6 en 10. Lekker. Hebben we nog iets nodig, is de vraag. Hebben we nog iets nodig? We hebben protein nodig veel. Dus eten en shit hebben we nodig. Metaal, hout, weet ik wel. Ik metaal, we hebben heel veel metaal nodig. En hout, we gaan even kijken hier of we veel shit hebben eigenlijk. Maar ik weet het. Oké. Sharp objects hebben we nodig, precies water. Dus echt heel veel eten gaan we nodig hebben. Al het eten hebben we in Nepal. Het boeit niet echt, de rifle frame of zo, denk ik niet dat dat veel boeit.
wood. We hebben redelijk veel wood. Maar dus metaal, hout. Heritage shafts. Ah, shit, man. Sharp object. Oké, ik weet het ongeveer dat we gaan meepakken. Maar we gaan dit kunnen niet krijgen. Dus. Oké, Brady, we gaan ervoor gaan. Bastion was wat hij zei, toch? Het enige wat ik weet is dat er hier geen zombies gaan zijn. Maar ik weet meer, maar ik weet niet meer precies wat er gezegd wordt en hoe dat gaat. Maar ik weet wel wat er ongeveer gaat gebeuren. Bastion. Let's go! Oké, dit wordt leuk. Een goede missie. Oh, dat wordt satisfying. Ik vind het leuker, de story, die, omdat het is een beetje kut dat ik het al heb gespeeld, maar ik weet like, de details niet meer, snap je? Ik weet gewoon ongeveer wat er gaat gebeuren. Aan het einde en zo, weet je. Een paar eindes zelf. En dit vind ik gewoon een leuk deel, maar nu dat ik de main story speel en zo, en meer geïnvesteerd ben en meer oplet, echt, voor de story dat ik speel, want de vorige keer was voor de cheats, like dat ik al had gezegd, is het echt wel zot. Dit zijn geen zombies normaal, dus je moet niet bang zijn. Eens kijken waar we naartoe moeten gaan. Een heel huis en een blauw huis. Oké, metaal en molen, dus we gaan al het metaal dat we vinden meepakken. Sharp objects in dan, maar toch. Het is hier niks of niemand. Het is zo zot. We gaan hier wel even blijven, denk ik. Dus kei alles op de vloer meepakken. Eten en zo. Oeps. Hier moeten we zijn. Maar de vraag is, gaan we er ook naartoe gaan, vriend? Ik heb gezien dat we hier door kunnen. Hout hebben we niet echt nodig, maar toch, ik ga er een paar meepakken. Ik heb hier iets mee. De eerste keer dat ik Sidder zag, had hij tekort van hout. Een wolf in VR had hout tekort. Of was hij wat anders, maar... Hij had hout tekort. Hier komen we dan, hier gaan we zo. En dus ja, vandaar dat ik alles aan je hout meepak. Omdat ik dacht van ja, dat is bijna zeldzaam. En dat ik zo geïnteresseerd ben. Helemaal doorlopen naar dat blauwe huis. Ik weet niet dat er hier iemand in zijn, maar oh, is dat niet die plaats met een easter egg in? Zit dat auto weer in? Ik denk dat dat misschien de plaats is. Dat er een easter egg in zit van de Whisperers. Maar ik kijk, dan kunnen we hier zelf in. Zo zijn we vaak, ik wist toch. Oh, een huisje. De reden dat ik nu zoveel loot trouwens is omdat ik... Oh ja, we hebben nu eigenlijk de kans om ongestoord... Shit, ik ga wel kijken. Maar niet veel plaats meer. Vader, hoe is het? Dus, het is even niet. Dit huis is met die easter egg. Oh, wat is dit? Oh, dat is die code dat we nodig hebben. Oké, die weet ik ook. Zijn. Dat is echt zot. Ook kan hier nog op ook.
Babel hebben we niet nodig. Ik wou nog dat wesp, maar we hebben het niet nodig. Fuck, oké, okay, ik dacht even dat dat een easter egg was, maar het is... Ik wil het gewoon een keer proberen, maar blijkbaar kun je frio's openen, ik was dat vergeten. Of ik wist het niet. Ik denk niet dat dit is van de easter egg, maar er is dus ergens een huis waar dat er een whisperer masker hangt. En ik dacht dat 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 was, omdat ik herken het ergens die auto. Ja, dat ook, we gaan hier omklimmen. Oh nee, dat is vol. Oké. Oh! Dit is zoveel zeer. Oké. Okay. We zijn bijresjes. Oké, okay, we gaan nu de story doen. Ik ga even de shit dat we niet nodig gaan messen mee. De Bijbel hebben we niet nodig. Kruis hebben we ook niet nodig. Dat ook. Oké. Okay. Pistoolding hebben we niet per se nodig, dus die kan ik sowieso wegdoen. We hebben nog, dus we gaan de pistool nu al wegdoen. Dat hebben we ook niet nodig, kijk, het is... Dat hebben we ook niet nodig, dat is ook wat iets dat we kunnen wegdoen. De blikken zijn redelijk handig nog, maar oké, hier kunnen we niet aan. Kijk, ik denk dat het voor het beste is als we al vertrekken. Naar het gele huis. Kijk, hier met die liggen. Ik probeer niks meer mee te pakken. Ik weet niet wat hier eigenlijk is. Dat aan de andere kant is. De andere kant is waar we kwamen. Maybe Noir is a traitor. Maybe Noir is a liar and a thief. She will say and she will not. Treated her, yet she did not. She tried. Oh, do not be fooled. If you will leave, we do not wish this. Die geluiden zijn wel redelijk. Moet ik zeggen. Hier liggen er ook veel dingen, dus we gaan dit hier even zoeken. Waar liggen er heel veel koels? Als je een zombie hoort, het is geen echt, het is een echte zombie, maar het zit vast. Het is een deel van de story, dus maak je. Bijna vol waarschijnlijk.
deze pan naar mijn moeder. Dat moet zijn ook, maar dus ik wil eerst zeker zijn dat ik alles moet zodat ik ook een missie stop. Shit. Ik ben zoek uit wat ik wil alles wachten. Ik weet nooit dat je zo'n speciaal boxje hebt met beide van die talen. Dat bij de hand is. Wel, ik dus echt wel alles mee hebben, maar dat is echt handig. Oh, hoe lang kan het duren eigenlijk? The fuck? Excuse me. Het is toch niet hier, het is in die andere. Oké. Okay. Even, what the fuck, maak je die trouwens aan de plek? Zoveel bijbels vandaan. Hoeveel vibe hier aan. It's all yours. Consider it a gift. You make it. Ah, sorry. Even skaten. Want er
hier iets cools ligt. You made it. I didn't doubt that. Oh, hier is die trapletter. Well, you made it. You made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patience was beginning to be tested. Let's start with a formal introduction. You are the tourist, and I am Jean-Baptiste. JB for short. There now, we can proceed to matters of more profound consequence. It is my understanding that this gizmo here would be of use to you. It's all yours. Consider it a gift. And when we are finished with our conversation, I will provide you with the missing dial that you'll need to operate it. Sound fair? Oké, dus voordat ik even praat met die kerel, dus voor duidelijkheid, ik kom hier binnen, zoeken voor de pomp bij heel deze stad, waar het rennen mee zombies zijn. En we zien hier een kerel, JB, dus de leek van de reclame, dus die al was aan de radio. Je ziet er fucking badass uit als een beetje op rek, vind ik van kledingstijl. De zombie is cool. En we wonen dus dit hem, en nadat we klaar zijn, mogen we nog iets anders hebben. Dus we gaan, dus het ding voor daarop. Oké. Sounds fair. Terrific. Now, I prefer to play it straight. Once I received word that you were collecting these devices, and to what purpose, I saw an opportunity to connect with the city's most illustrious survivor and have a chat about the reserve. So I made it a priority to acquire one through various means I will not divulge. And now here you are. It is my hope when I am through, you will see the reserve for what it is. Nothing more than a crutch holding back the people of this fine city from regaining themselves. Wat hij allemaal zegt is misschien raar, maar ik ga akkoord met hem. En ik sta dus aan die kerel zijn kant, een soort van. You've piqued my interest. Go on. I am a firm believer in the greatness of humankind, our ingenuity, our art, our towering scientific achievements. This reserve nonsense, even if the rumors about what may be inside it exceed our wildest dreams, the bounty will only prolong our addiction to survivalism as the only path in life. It will stifle our creativity. It will eventually lead to our withering doom. Now, this is the proposal that I have for you. Continue your search for the reserve. And when you unearth it, which I have the utmost confidence you will, destroy it. These four numbers will disable the entire flood contingency system. Mother Nature will rage through the reserve and take care of the rest. Wat is die heeft dit? Dus die wilt dat heel de reserve opblazen. Kijk, de reden dat hij dat zegt, ik weet niet of dat jullie het goed verstonden of niet, maar de reden dat hij dat zegt is omdat hij dus vindt, dus de reserve is een, het leidt daar allemaal dingen in, maar zelf als het waar is, zelf als er waar zijn, het er allemaal is, het alle ammo, alle, al het voedsel en zo, uiteindelijk, de apocalypse wordt erger en erger, er komen meer en meer zombies, zoals je ziet, en als iedereen die dat voedsel heeft en die medicijnen heeft, is het zo makkelijk voor iedereen, daarom iedereen wil het, omdat zo makkelijk is en zo, maar dan uiteindelijk gaat alles gaat opgaan. Uiteindelijk gaat alles opgaan, alle wapens gaan weg zijn, alle medicijnen gaan op zijn. Dan ga je weer moeten survival, like dat ze nu doen. Maar omdat ze zo lang het easy hebben gehad, gaat iedereen doodgaan bijna. Door eigenlijk het verlies van al die dingen. Dus wat je ATM wilt, is, en daarom M is de reclame. En ik straks had hij ook zijn verhaal vertellen. Ik wil niet meer herinneren waarom dat ze hem zo lang ondersteboven, maar oké. Okay. Maar straks gewoon. En dus, en wilt dus eigenlijk dat iedereen nu survived en like, de beste gaat winnen in natural selection. En we gaan zien dan wat er gebeurt. En dus en wil dat we het opblazen. Dus we gaan het zien. We gaan het aannemen. Wil niet zeggen dat we... 1006. Flood the reserve and set us all free. Give this still glorious city the jumpstart it needs to refocus on something much grander than mere survival. Grant us hope, tourist.
and thank you, most sincerely, for hearing me out. And let's keep this chat between us, if that's all right. I'm not sure my comrades would see the big picture benefits of removing the reserve from the equation. The floor is now yours, my friend. Anything on your mind that requires clarity? Okay, well, dus voordat we dat doen, ga ik even lezen. Dus de AR 416 Schematics, dat is dus de AR. Dus ja, de AR, weet wel, trrr, like Fortnite. De AR, de Assault Rifle, dus, dat is dus de blueprint voor ze dat lang kunnen maken. Dan de V156. Ik weet niet welke dat is, maar ik denk dat dat een soort van minigun is, I don't know. Weeks of medical rations, weeks of food rations. Dus weapon components. Combat knife stockpile. Er is een AR stockpile, dus meer veel AR's. Ammo stockpile. Dus ja, kijk, dus dat is allemaal handig. En dus die quote heeft, is eigenlijk gewoon voor alles weg te doen. Dus dan hebben we dit allemaal niet. En ja, dat is zo suf. Plus Casey gaat doodgaan waarschijnlijk dan. Want dus de deal is dus weer aan Casey, hè? En door hem te rennen krijgen wij al dit heel de armory. Maar als we dit doen, gaat alles weg. Dus de reserve, de reclaim, nothing else. I'm curious about the reclaimed. Yes. Well. Origin. The reclaimed have made quite a mark on the city. How did the movement get started? After my exile from the tower for insubordination, I took to raiding their supply lines. Rather efficiently, I might add. No one ever got hurt, and other exiles clamored to join my operations. Needless to say, Mama and her cohorts were not pleased with my exploits, and they sent several communications asking me to cease my pillaging or there'd be consequences. Of course, I refused. Politely. No one was going to dictate the terms of my existence anymore. But it wasn't until the tower started sending thugs out to track me down and end me that I decided it was time to send a message of my own. Okay. I've heard snippets about the reclaimed philosophy, but it would be enlightening to hear it from you. It's simple, really. We want to live purposeful lives, reclaim the world and our humanity along with it. Mere survival is so petty. It's beneath us, forcing people to focus solely on survival. It's cruel, really. I believe we must invest in a future of our own design. Life is not worth living otherwise. Ja, ik ga maar kort. Ik snap hem en ik ga de tower en hem is chill. Tuurlijk, hou ik zombies op. What's with the gory rituals? Zoals dat. First one was a man I knew well in my brief tenure as a tower grunt. I'd even called him a friend. Trip was his name. Snuck up on me in the middle of sleep. Tried to slit my throat. Still carry the scar. Well, long story short, Trip was no match for me. I maimed him. Something awful, really. And I dragged his body about a mile all the way to the southern bump, which at the time was the most highly trafficked exit from the tower. I found an old oak, hung him upside down from it so his life blood would spill rapidly into the soil. And upon his chest, I pinned a note that read, "Keep 'em coming." And just like that, I became the most feared boogeyman Nola has seen since the Axe Man. Once I had fear on my side, the rest just blossomed naturally. Those with nowhere else to go wanted what I had, so they listened. And they learned. I empowered them. That's all people want. A sense that their lives still have some meaning. Oké, dus dat is het verhaal. Ik hoop dat jullie het verstaan, want ik ga niet alles uitleggen, maar basically, zijn vriend heeft hem verraden toen hij nog bij de tower zat. Die heeft hem helemaal gesleept naar de uitgang waar dat de meeste mensen uitkomen, dus waarschijnlijk een soort van like, ding. Er stond daar een boom, dus die hebben hem daaraan gehangen met een bord erop van ja, keep him coming. Dus van ja, laat ze maar komen. Nee, dus eigenlijk een bedreiging aan de tower. En daarom dit allemaal. En toen werd hij gevreesd en iedereen ging achter hem staan. I have some other questions. Okay. I want your perspective on the reserve. Uh-huh.
If the rumors about what's inside the reserve are true, wouldn't it benefit the Reclaim to get your hands on it? You are absolutely correct. But once those supplies are gone, then what? The same old fruitless pursuits. And there is the very distinct possibility that the tower gets to it before we do. The only way to guarantee this city will move forward in the proper direction is to remove the reserve from the equation entirely. Ik snap hem. Wel akkoord, maar ik snap hem, maar kijk, alsnog. Het is een fucking jaar en onze vriend zit daar, dus... Tja, ik weet het niet meer. How did you get the codes? How did you find this code to flood the reserve? One of my scouts came across the corpse of a National Guardsman in Rampart High School. The body had a manual for a bunker's flood defense system. I put two and two together. Why choose me to destroy the reserve? Because you're the one best equipped to find the accursed place, and I trust you will do the right thing when you do. Call it a hunch. I have some other questions for you, JB. I've heard enough. Fair enough. Then we are finished here. The Dao has promised. Godspeed, tourist. Ja, JB. Hoe zeg je het? Dat is leuk. Om uit te praten. Het is wel een keuze. Like, de Reclaimed. Ik hoor bij de Reclaimed. Ik sta aan de andere kant. Tower shit. Fuck de towers. En heel snel uit elkaar. De Reclaimed zijn fucking chill. Raar, maar chill. Het ding is, ik ga het niet onderspoelen, want ik wil Casey rennen en ik wil de wapens hebben, dus dat ga ik sowieso niet doen. Maar normaal gezien, als ik nu naar beneden ga, gaat er iets gebeuren. Hoop ik. Ja. You finally meet, tourist. After all the hype, you're not exactly what I expected. Thought you'd be more put together, bit more danger to your presence. Jezus, haal mij nu al uit. De tower. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ze zijn maar 6. Who are you, son of this planet? You know who I am. But I'm not sure I know who you are. I have a guess, but... I'm Georgia. Maybe you heard of me, maybe not. Haar hoofd wil ik hem. What does concern me is the man inside the building you just stepped out of. The time has come to silence him once and for all. Cut off the head that won't shut up. Rest of the Reclaimed fools will fall back in line. Then us tower folk can get back to doing what's right. Without all the noise. From what I know about JB, it may take more than you and a couple of goons to take him down. You a real smartass, tourist. I fucking love smartasses. Especially when I've snipped the tongues out of their smartass mouths. But I'm willing to give you a pass on your smartass ways. Just this once. I'm gonna offer you an opportunity to be a hero. You game? Ze heeft mij net twee keer uitgeschaald. Ze heeft net gezegd... Ik weet niet wat het begin was, maar het was een redelijk kutopmerking. En nu zegt ze dat ze mijn tong eruit sneden omdat ik een smartass ben. Dus fuck you. Depends. Game for anything. That depends. What the fuck do you want me to do? Quit fucking with me, fool. You know what I want. What March what? Back up into that house and kill JB. Prove you are worth more to the tower than the cockroach you've been so far. And in return, all your fucked up transgressions will be forgiven. If you happen to find yourself in the midst of our onslaught on the reserve, tower troops will have your back. You have my word. Ik heb nu twee keuzes. Ik kan oftewel kiezen om JB te killen, of om weg te gaan, maar dan gaan ze mij waarschijnlijk beginnen aanvallen en moet ik terugschieten. Als ik naar JB ga, kan ik waarschijnlijk praten met hem om te zeggen van jou, ze vallen nu aan, gaat hij ze killen. Ding is, ik wil haar hoofd, ik wil haar fucking hoofd. Ze gaan me heel snel uit, JB is chill, snap je? Oké, okay. Die zeggen niet van, oh hier, moet je dit en. Die zeggen gewoon van, what the fuck, en gezicht, like. Die zeggen gewoon van, joh, dit is hoe dat is, like.
voilà, dit is waar ik sta. Ik vind JB is een good guy, oké, like, die ziet eruit dat ik doe, maar het is een good guy. Kijk naar die homo's hier. Fuck you, moest me veel kunnen uitsteken, zou ik het kunnen doen. Oké. I take no issue with killing JB. Consider it done. No nonsense. I dig it, tourist. I'll let you get to the deed. We'll be waiting, right here. But don't keep us waiting too long. My patience has a limit. Patience has a limit? Fuck you. Yeah, bye bye. One I'm hungry. Killing. I can get it was. Dude. Weet je, we kunnen nog een mes mee op de hitte. You've returned. To what do I owe the pleasure, tourist? Kijk, zie je, I'm misbelieved. Tower troops are outside. They want you dead. I suggest you get out of here. Well, look at you, tourist. Choosing sides. I suppose that's a good sign regarding our previous conversation. For a rogue spirit, you certainly have proven pivotal in the fight for the soul of this godforsaken and still glorious city. I have no designs on escape. I plan to march right out of this house, gun drawn, and send a message. If you feel like joining me, I suggest you keep up. When it comes to violence, I am decisive and swift. Hold on, come. Collaborate well, tourists. Together we might have been able to handle twice as many tower goons. Shit! No! Wat heb ik gedaan? Ik heb JB vermoord, per ongeluk. Ik heb hem niet per ongeluk vermoord, maar die begon te schieten op mij. Shit. JB, sorry. Shit. Nee, dit is niet oké. We gaan vlug terug gaan naar onze bomen. Ah, oh, shit. Nee! Ah, oh, kanker. Fuck, zin. Kut. Ik heb JB vermoord. Shit. Dat wil ik echt niet doen, ik zweer het. Hij begon te schieten op mij. Ik wil het echt niet doen, ik zweer. Kanker. Fuck. Ik wil JB echt niet vermoorden. Ik wil hem echt niet vermoorden. Al beter staan er een klein nog bij ons, maar... Shit! Ik heb wel zo'n hoofd, dat is cool. Fuck, kanker. Zullen we eens wat kanker geld, jongen. Oh, shit, man. Oh, fuck. Kut. Ik heb JB vermoord. Kut. Ik vond hem zo chill. Waarom heb ik hem vermoord? Waarom begon hij te zien op mij? Verzekerd omdat mijn katana protein hem heb gekletst, man. Kut zo. Kijk, het ding is, ik heb het per ongeluk gedaan. Het is gebeurd, het is niks dat ik kan veranderen. Het ding is, nu is er één probleem. Nu kunnen de reclaimed, like, oftewel gaan de reclaimed nu nogal staan bij ons staan, omdat we daar niet zien voor JB aangekozen. Ik zie dat de lantaarn aan is. Maar het kan ook zijn dat ze nu al twee tegen ons zijn en dat er al twee groepen hier aan binnen staan. Shit. Shit. Wat heb ik gedaan, man? Ah, kut, ik ben dom. Georgia, yo. Sorry, JB. Echt waar, sorry. Kijk, want dit is dus het letje waar het gaat.
Fuck, ik ben dom. Kanker. Sorry dat ik heel snel kanker schelde, maar ik ben echt even pest. Ik heb hem per ongeluk vermoord, ik zweer het. Oh, hier. Ik ga even een paar babels weg. Oh shit, wow, ik ben dom. We cannot be afraid to ignite our passions, even in the midst of the nightmare. Dus aan die spreekt, what the fuck? No. It is human beings haunted. Ik moet praten met Casey, dat gaan we in de volgende aflevering doen. Ik zie dat de lantaarn al ligt. Dat gaan we in de volgende aflevering allemaal doen. Ik ga dit vandaag nog opnemen, denk ik. Maar ik ben zo dom geweest. Sorry dat ik hem heb vermoord. Dat is echt niet de bedoeling. Dat is echt niet de bedoeling. Ik hoop dat hij nog leeft. Maar we zien hem sowieso niet meer. Dit is de eerste keer dat we hem zien. Maar die praat nog, dus ik hoop dat er een glitch is. Dat ik toch zo hoop mee heb. Maar shit. Oké. Okay. Ik ga alstublieft niet inkrijgen. Jammer. Toch bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een chille aflevering vond. Het is kut dat ik JB heb vermoord. Maar ja, het is wat het is. Volgende aflevering gaan we zien wat er gebeurt. We gaan de laatste pomp installeren. We gaan even iets gaan halen daar bij de jazzdinges. Ik denk dat daar is dat we hem moeten installeren. I don't know. Maar sowieso, dank je voor het kijken. Dank je voor het te zijn in deze moeilijke tijden van de apocalypse. En we gaan zien wat er gebeurt de volgende keer. Ja, het is kut van JB, man. Maar oké, we hebben zijn hoofd wel. Dat is cool. En Jordan's hoofd en JB's hoofd. Dat is wel iets heel cools. Dus, I love you guys. Dank voor het kijken. Tot dan een keer. Later.